Voor mij is het totaal onbegrijpelijk, totaal onbegrijpelijk dat de, de, de biolandbouw, de organische landbouw pleit voor, voor biozaden. Dat wil zeggen, dus zaden die alleen maar bekomen zijn op natuurlijke wijze enzovoort. Ja. En, ja, waarom zou je met dergelijke zaden voortel doen als je dus veel betere zaden kunt elk, hebben die, die ziekteresistent zijn enzovoort? Welkom bij Verboden Terrein. Een podcast over gevaarlijke ideeën van de leerstoel Etienne Vermeers aan de Universiteit Gent. Mijn naam is Maarten Boudry en ik ben wetenschapsfilosoof. Elke aflevering nodig ik een wetenschapper uit die komt vertellen over zijn of haar omstreden of controversieel onderzoek. Welkom aan onze gast, professor Dirk Inzee. Uh, hij is hoogleraar moleculaire plantenbiologie en fysiologie. Uh, je bent ook directeur van het Centrum voor Plantensysteembiologie aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en aan de UGent. Dat meer dan 300 mensen te werk stelt. Uit 50 verschillende landen heb ik mij laten vertellen. Uh, een zeer internationaal uh, instituut. Hij behoort tot de wereldtop in de plantenbiologie. Ik zal dat zelf maar zeggen, want hij zal misschien te bescheiden zijn om dat op te merken. Um, bij de meest geciteerde auteurs ook in zijn vakgebied. Uh, ik bekeek gisteren nog uh, jouw Google Scholar page en daar zit je bijna aan de kaap van 100.000 citaties. Dat is best wel indrukwekkend. En je bent ook oprichter van het European Sustainable Agriculture Through Genome Editing Network uh, in het Engels. Usage. Dus welkom nogmaals, Dirk in Zee. Dank je wel, Maarten. Dirk, dank je wel om uh, hier te komen naar onze podcast. We zijn op zoek naar controversiële en omstreden ideeën. En dan is het natuurlijk um, niet zo verwonderlijk dat we bij, bij jou terechtkomen of bij jouw onderzoek. Dus voor we beginnen aan de, de, het eigenlijke onderzoek en waarom het omstreden is. Kan je misschien kort schetsen welke weg dat je hebt afgelegd als wetenschapper, hoe dat je in dit vakgebied bent terechtgekomen en dan misschien ook op welk moment dat je bent gaan beseffen? Tja, um, sommige mensen hebben hier toch blijkbaar problemen mee. Er bestaat hier toch een maatschappelijke weerstand tegen dit soort uh, onderzoek. Hoe is dat precies gelopen? Ja, wel, dat is een heel lang verhaal, Maarten. Um, dat al een hele tijd terug gaat. Uh, ik ben altijd van in, vanaf mijn jeugd. Uh, Wetenschapper geweest. En mijn moeder zegt altijd dat ik als wetenschapper geboren ben. Ik heb me altijd geïnteresseerd in, in biologie, scheikunde, fysica en, en, enzovoort. En ik ben door omstandigheden gaan studeren biologie aan de, mm -hmm. aan de Universiteit Gent. En um, uh, dan op een zeker moment, dat waren een, in tijd nog de licenties, he. dus mm -hmm. de bachelor en de master. Ik moest dus een keuze maken tussen morfologie en systematiek enerzijds. Maar ik dacht, dat kan ik bij mezelf wel studeren, het boeken. En <laughs> anderzijds had, ik, want, ja. had je biochemie en fysiologie. Dan moest je apparatuur voor hebben. En ik ben in die richting gegaan. En daar heb ik dus Mark van Montagu en Jeff Shell leren kennen. Ik heb daar ook mijn, in de tijd mijn, uh, mijn masterthesis gedaan. En mm -hmm. ik ben dan door hun gevraagd om um, een doctoraat te beginnen. En via dat is een parcours uh, FUO. Ook een aantal jaren, dan ben ik daarna naar Frankrijk gegaan. Ik heb negen jaar voor de Franse overheid gewerkt bij het Nationaal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek. Ik ben daar ook onderzoekdirecteur geworden. En dan ben ik dan teruggekomen naar Gent, um, daar ben ik dan in, op een zeker moment bij, bijna Max Planck-directeur geworden. Uh, ik kan eigenlijk al getekend om Max Planck-directeur te worden, maar... Er zijn wat het, verschillende Max Planck-instituten? Ja, inderdaad, maar er uh, uh -huh. was een, uh, eentje dicht tegen de Berlijn, uh, uh -huh. het uh, Max Planck-instituut voor uh, moleculaire fysiologie. Uh -huh. en, uh, maar dan, uh, dan, dan heeft u Gent, al in feite dan ook like het VIB, dat was daar juist in oprichting, en we dan een tegenover gemaakt dat uh, uh, niet te weiger was. <laughs> en zo ben ik dan directeur yeah. geworden van dat centrum van het uh, VGB sinds uh, duwt, uh, 2020, 2002, dus nu 20 jaar. Geleden, 2002, ja. 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 En dan, uh, ja, uw vraag van uh, uh, in het begin, in feite, was uh, geen engineering, was dus echt werkelijk uh, uh, door, door de pers, wat dat gelauwerd als zijnde de innovatie en in landbouw in het begin. Uh, dat haalde dus de, de voorpagina van kranten. Hè. Dat was dus echt uh, verwezenlijking planten die zichzelf beschermen tegen insecticiden en die moest spuiten enzovoort. En, maar dan plotseling is dan hebben uh, ja, we dus te maken gehad met, um, met die dolle koeienziekte die mm -hmm. dan uh, uitgebroken is. En, en uh, dat um, de dioxinecrisis eigenlijk, had. gehad. Dat heeft dus een sfeer begin gecreëerd, in feite van ja, wetenschap is niet te vertrouwen, het is gevaarlijk enzovoort. En, Daardoor is, is dat een, een zeer vruchtbare grond geworden voor um, uh, mensen die anti zijn. En, uh, mede de, aangevuurd door um, mensen zoals Prince Charles eigenlijk in de UK, die dan uh, uh -huh. plotseling het, het woord Frankensteinfood uh, uh -huh. hebben uitgevonden. Eigenlijk, en dat wordt dan herhaald in de pers en, enzovoort. En, en zo is er een klimaat ontstaan dat, dat eigenlijk ja, um, heel de GMO in Europa uh, zeer sterk bemoeilijkt heeft. Hè. Hoe komend dat die beweging ontstaan is, is eigenlijk zeer moeilijk om dat, um, um, dat eigenlijk, ja, te, te verklaren. Het mm -hmm. is eigenlijk een, een samenloop van omstandigheden. En, en ik denk dat er dan ook te weinig reactie is geweest eigenlijk van de wetenschappers. Wat mij wel interesseert, is dat er dus uh, wel een soort aanwijzbaar moment was waarop die weerstand ontstond. Dus die weerstand, of toch in ieder geval van die omvang, is er niet altijd geweest. Dus dat wil dus ook zeggen, op het moment dat je aan dat onderzoek begon was je, je eigenlijk van geen kwaad bewust. Niet alleen was je je niet bewust van de weerstand, maar eigenlijk de weerstand zelf bestond nog niet tot op het moment eigenlijk van die dioxinecrisis. Dat is inderdaad, inderdaad, correct. En in, in andere landen, eigenlijk, in, in de Verenigde Staten is dat die is die weerstand in feite uh, nooit niet zo sterk aanwezig geweest, omdat er daar een, een, een officiële instantie eigenlijk is, de Food and Drug Administration, FDA, die in feite ja, een soort van orakel is. Eigenlijk. En als die mensen zeggen, kijk, het is veilig, uh, is het ook veilig. Maar in Europa bestond er niet. Europa was nog eigenlijk in, volle, in volle ontwikkeling. En nu hebben we iets dat dus eigenlijk het EFSA noemt, het European Food and Safety Agency, dat wat een tegenhanger is van het fda maar dat wordt ook ja, nu opzij gezet, van uh, kijk, uh, jullie zijn partijdig, jullie zijn. Ja. Uh, wat, dat, allee, dat wat natuurlijk absoluut niet waarlijk is, hein? mensen zijn doen bijzonder goed werk, maar die autoriteit, telijk, die zegt, kijk, dat soort van toepassingen is dus veilig, is er nooit niet geweestelijk. En ja dat hebben we inderdaad een, um, een vruchtbare grond, grond gehad voor mensen die het, uh, het anti. Um, het anti-gevoel eigenlijk hebben, die daar ook politiek uh, bij gewonnen eigenlijk, hebben. Hè, dat, dat, uh, wat de zaak natuurlijk enorm bemoeilijkt heeft. Ja. Ja. Dus voor mensen die er weinig of niks van afweten, we kennen natuurlijk allemaal. Klassieke veredeling, we weten hoe we planten en ook dieren kunnen kweken om gewenste eigenschappen te krijgen. Wat is eigenlijk het verschil tussen klassieke veredeling en wat dan bekend staat als ja, GGO of Gentech? Ik weet niet welke term jullie het liefst kiezen. Maar ja, dus, uh, de, uh, specifiek toespitsen dat ik op, op landbouwgewassen. De mens in feite is natuurlijk afhankelijk van, uh, van die gewassen voor zijn voedselproductie. En over de laatste ja, 10.000 jaar is, heeft men dat uh, heeft men veredeld. Hè. Men heeft dus um, om een voorbeeld te geven een, een maïsplant. Dat is tienduizend jaar geleden bestond dat niet. Dat was een plantje die uh, 30 centimeter groot was en die dus een, een zaaddooselijk had, uh, een paar centimeter groot, 10 zaden, keerde zaden, niet te eten. Maar ondanks dat als je naar de huidige maïs kijkt, ja, men dus een grote plant, enorme koven en een gigantische opbrengstverhoging per oppervlakte-eenheid. Mm -hmm. en, um, en dat komt door feit omdat men steeds maar voor betere kenmerken heeft geselecteerd. Hoe komt dat nu dat die nieuwe kenmerken er komen? Wel, dat komt door mutaties. Hè? Dat zijn wijzingen in de genetische informatie die uh, spontaan gebeuren. Hè? Dat, uh, wij, elke, elk van ons heeft tijdens zijn, zijn leven accumuleert nogal wat mutaties. Hè? Sommige leiden bijvoorbeeld tot, ja, tot kankers enzovoort. Hè? Lekker, mm -hmm. Spijtig genoeg. Hè? Nee, maar dus het is een, een natuurlijk proces, die mutaties. En wat de, de veredelaar doet, is te gaan kijken: naar, is er ergens in die tienduizenden, miljoenen planten, is er ergens een plant die het beter doet? Die beter groeit, een grotere opbrengst heeft, of die beter beschermd is tegen ziektes. En men heeft op een zeker moment ook um, gerealiseerd dat, daar, dat men die uh, frequentie van mutaties kon verhogen. Wat men dan gedaan heeft, vanaf de jaren 40, 1940 en, enzovoort, heeft men. Wat men noemt mutatieveredeling. We gaan die planten behandelen met mutagenen. Dus met straling of met ja, de stoffen die de schade veroorzaken aan die erfelijke informatie. Eigenlijk radioactieve straling. Ook ja, mee, zeker ja. en vast. En, ja. dus en, en nadat je dat toegepast hebt, gaat je die planten in het veld zitten en gaan opnieuw gaan zoeken naar verbeterde kenmerken. En dus ja. dat Die toevallig door die mutatie ontstaan. Is. Maar dat is een willekeurig proces. Dus je kunt dat niet sturen. Mm -hmm. En dat is. En je moet een gigantisch zoveel energie steken om de juiste planten te vinden. Ja. Sommige combinaties kun je bijna nooit niet vinden. En nu, wat, is eigenlijk dus, wat dus, uh, die genetische uh, uh, manipulatie, dus uh, de gentechnologie toelaat, is nu precies uh, kenmerken te gaan wijzigen. En er zijn eigenlijk twee vormen. De eerste vorm, die vooral Mark van Montenu en Chef Shell uh, hebben ontwikkeld, is eigenlijk het binnenbrengen van. Uh, vreemd DNA. Ik noem het vreemd DNA dat niet oorspronkelijk in het, in het, uh, in het specie voorkomt. Bijvoorbeeld, ja. een van de meest toegepaste uh, 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 dus, uh, genetische uh, geëngineerde planten zijn dus die zijn resistent aan uh, insecten. Dus die, en dat komt omdat men een gen van een bacterie heeft ingebouwd eigenlijk in het DNA van die planten en die planten maken een stof die maakt dat die insecten zich niet meer kunnen voeden aan die planten. Die stof is alleen maar heeft alleen maar effectelijk op die, uh, op, op, uh, op die insecten en mm -hmm. op geen enkel ander levendelijk wezen. En dus uh, dat is een uh, van de eerste toepassingen. Maar nu wat sinds uh, 2012, en dat is een mm -hmm. heel belangrijke datum, uh, heeft het werk van, uh, alleen van, een aantal, van heel veel mensen, maar vooral van twee dames, hey, dus Jennifer uh, Doudna en um, Emmanuel Charpentier. Die hebben eigenlijk in feite een technologie ontwikkeld, een natuurlijk proces, maar ze hebben dat bestaat in bacteriën. Mm -hmm. maar ze hebben dat verfijnd om zeer gericht bepaalde wijzigingen gaan in te brengen in die erfelijke informatie. En zo bijvoorbeeld een plant zoals mais heeft maar, maar even 3 miljard uh, bouwstenen in dat mm -hmm. DNA. En we weten dat de, een mutatie is eigenlijk dikwijls maar één bepaalde wijziging is. We kunnen dat nu in plaats van dat willekeurig laten doen, wat vroeger mm -hmm. het geval was, kunnen we nu heel specifiek die mutatie die je dus wil aanbrengen, gaan doorvoeren. Wat een gigantische versnelling oplevert van het vredelingsproces. Daarboven is er nu ook 40 jaar aan basiskennis verzameld. Daar zijn wij ook in Gent bijzonder goedelijk in. Wij onderzoeken hoe dat het komt dat planten licht kunnen omzetten in suikers, hoe dat planten zich beschermen tegen insecten, tegen andere pathogenen, hoe dat mm -hmm. zich beschermen tegen... Uh, tegen uh, droogte bijvoorbeeld, enzovoort. En die kennis en feiten kunnen we nu gaan toepassen om precieze wijzigingen aan te brengen om eigenschappen van planten te gaan verbeteren. Ja. Uh, het is werkelijk een revolutie en uh, uh, dus, ja, um, uh, het is dus ook uh, uh, eigenlijk een enorme, enorme troef eigenlijk, in die weg naar duurzaamheid. Hè? Mm -hmm. dus, uh, om uh, ja, onze landbouw uh, toch minder poluwerend te maken, meer ecovriendelijk vriendelijk te maken ja. en dergelijke. En, dus, ja, dus, Moeilijk te begrijpen dat er nog altijd tegenstand tegen is. Ja, maar nog eventjes, ik begrijp ook dat het niet alleen een revolutie is ten opzichte van klassieke veredeling, maar ook ten opzichte van eigenlijk de oudere vormen van uh, gentechnologie, dus die door Van Montagu en Jean-Schelt zijn ontwikkeld. Nee, dat komt, dat komt veel moeilijker met de oude technologie. En um, dus er zijn dus verschillende vormen van die gene editing, ik had het zo noemen. En, dat is, en, um, en de, dus de, de, de vormen wat er nu voor gepleit wordt, eigenlijk in overal ter wereld, om die dus. Gelijk te stellen met klassieke veredeling, dus de meer te reguleren op die, met die strenge GGO-regelgeving, zijn de vormen die dus eigenlijk geen vreemd DNA. In het species brengen. er is in feite ja. die gewoon van de, van de eigenschappen van de plant zelf uitgaan, maar die eigenschappen gaan verbeteren. Hè? En, en dat is eigenlijk de, de, de vorm die, dus... Uh, dat was dus vroeger met die klassieke uh, GGO's niet mogelijk. In feite, hè? Dat is, um, dan moest er altijd een ander, uh, iets anders binnenbrengen mm -hmm. eigenlijk, om die wijziging uh, dus, uh, door te voeren. Dat is niet helemaal, niet helemaal um, uh, precies, eigenlijk, maar allee, mm -hmm. misschien om het wat eenvoudiger te stellen, het is dus eigenlijk een. Een, een, manier, ik vind, een manier om eh, pre aan precisieveredeling te doen. Hè. Dus eh, pre precies die wijzingen aan te brengen die, de, die dan een voordeel opleveren op voor de consument of voor de producent enzovoort. Ja. Dus eigenlijk is de doelstelling precies dezelfde als bij klassieke veredeling. Juist. En namelijk, men wil ja, meer smakelijk of meer gezonde, groener of, of wat dan ook. Het, is, het komt altijd neer op wijziging... Aanbrengen in de DNA. Het is alleen maar de, eigenlijk het procedé, de methode waarmee het gebeurt, die verschilt en die eigenlijk veel sneller en efficiënter gaat dan met. Ja, de, en je kunt dus rekenen op een efficiëntiewinst van uh, toch wel afhankelijk van de plant tussen. Twee tot zeven, acht keer. Hè? Dus dat wil zeggen dat dus een, een normale een veredelingsproces. dan neemt toch, toch wel dikwijls vijftienjarig uh, of zo ja. in beslag. We denken nu aan periodes zelf van een paar jaar. Hè? Ja. Uh, dus men heeft dus. Alleen, bijvoorbeeld in de aardappel, dat iedereen bekend en, like, is. is een alleen, verschrikkelijke uh, ziekte. Fitoftora noemt dat. Mm -hmm. dat, is, alleen, dat is van die. Alleen, vorig jaar was er echt een probleem. Dus vooral in zeer uh, vochtige, warme omstandigheden. Uh, gedijd die schimmel. Bijzonder goed en dat vernietigt heel de aardappelplant. Um, Terzij dat je met chemische stoffen dat gaat behandelen. Mm -hmm. en, en, wel, uh, men, men, heeft, men heeft dus nu ongeveer 45 jaar verredeld, voor al er een aardappel nu op de martel. die dus een resistentie heeft tegen die schimmel. Ja. Die aardappel is nog altijd niet onze frietpatat... ons bindje enzovoort. Ja. Uh, maar dat is een andere variëteit die toch niet zo goed is voor. Uh, voor onze Belgische keuken moet ik zeggen. En wel met die, met die gene editing technieken kan men veel sneller die dergelijke wijzigingen ja, om... gaan brengen. Die aardappel uh, is eigenlijk een uh, naadloze overgang tot uh, ons volgende onderwerp. Uh, ondertussen, iets meer dan tien jaar geleden. Uh, ik was er zelf persoonlijk bij en ik heb begrepen jij ook het ja. gaat over de, de beruchte ja, aardappeloorlog, aardappelbestorming van een proefveld in Wetteren um, dat dus gedeeltelijk gelukkig maar gedeeltelijk achteraf bleek dan vernield is door actievoerders daar gaan we nu eventjes naar kijken, naar de, de beelden van destijds 29 mei 2011 uh, in het VRT-journaal Rond drie uur vanmiddag maken de leden van de Field Liberation Movement zich klaar om het proefveld met aardappelen te bestormen. De politie kan de actievoerders even op afstand houden, maar wanneer die door dag te werk gaan, heeft de politie het nakijken. Ze slopen de omheining en de eerste gerooide aardappel wordt als een trofee in de lucht gestoken. Het is inderdaad makkelijker gegaan dan we dachten, maar in elk geval is dit niet het einde van de campagne. Het is, een, het is een bredere campagne. Het is niet geëindigd vandaag met deze actie. Ruim een kwart van de 27 genetisch gewijzigde aardappelsoorten is vernield. Het onderzoek naar aardappelen die resistent zijn tegen de schimmelziekte heeft zo'n jaar vertraging opgelopen. Dit is echt een zwarte dag voor de wetenschap. Wetenschappelijk onafhankelijk onderzoek om een nieuwe technologie uit te testen. Als dat al niet meer kan in een democratisch land, als dat door een heel kleine actiegroep kan vernietigd worden, dan is het heel jammer voor de toekomst van ons land. De milieuactivisten, overwegend uit Frankrijk, hadden de actie aangekondigd. Ze pleiten voor een biologische veredeling van gewassen en tegen genetische manipulatie, omdat volgens hen de effecten ervan voor het milieu niet gekend zijn. Het regiment had vanmorgen nog enkele honderden wetenschappers op de been gebracht voor een tegenbetoging, maar die heeft dus niets uitgehaald. Hoe het nu verder moet met de veldproeven is niet duidelijk. Beklijvende beelden. Uh, het is ondertussen dus iets meer dan tien jaar geleden. Uh, misschien eerst en vooral is, is er nog iets terechtgekomen van dat onderzoek? Of is dat dan echt vernield door die actievoerders? Uh? Nee, dat onderzoek is, uh, is, uh, blijft doorgaan. Die aardappelen zijn gecommercialiseerd eigenlijk in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Eigenlijk met veel succes, maar die GGO-wetgeving in Europa is niet gewijzigd. Ja. En uh, daardoor is dat dit soort van, van werkelijke feiten niet meer, niet meer lonend geweest om ja, ja. Voor, uh, voor Europa te investeren. Dus spijtig genoeg hoor, want die planten die zijn echt beschermd tegen die schimmelziekte. Um, momenteel moet een aardappellandbouwer ongeveer 17 keer uh, spuiten met, met uh, antischimmelmiddel, anders uh, heb je geen opbrengst. Um, en, en nu, ja, kijk, met die nieuwe, nieuwe technologie hopen we toch dat, dat er terug een kentering komt in de, um, en dat het besef dat die technologie kan bijdragen aan een, aan een uh, meer duurzame landbouw ja. ook wel begint te groeien. Hè? Dus een landbouw aardappel kweken zonder, zonder uh, uh, die uh, antischimmelmiddelen, maar die dan ingebouwde resistentie hebben ja. tegen, de, uh, tegen die schimmel. En die dus... Uh, het het pesticidenverbruik dan sterk kan verminderen? Ja. Absoluut, wat ja. absoluut. Ja. natuurlijk iedereen wil, is duidelijk. Hè? Ja. Precies. Ja. Um, hoe zit dat op dit moment? Worden, zijn er nog altijd veldproeven? Die, worden die nog altijd aangevallen? Ja. Uh, of zijn die ondertussen meer op discrete plekken? Of, nee, het VIB heeft uh, sinds die, die periode elk jaar veldproeven met, uh, met genetisch gemodificeerde planten, meestal uh, maïs populier, worden allemaal uh, uh, aangevraagd natuurlijk. Er moet via, door een een bioveiligheidscommissie komen. Ja. Krijgt dat daar federaal dan toestemming voor? En die plaatsen waar het gebeurd gebeurt zijn dus uh, niet, niet, niet precies meer op de. maar de ongeveer bekend. Hè. Dat ja. is, en, en toen uh, was het precies bekend, blijkbaar? Ja, toen. Well, uh, het was ook ja, het was een georchestreerde actie van vooral Franse mm -hmm. um, anti-GMO-mensen. En, en uh, ja. Um, die zijn toch ook wel, um, toch wel vrij repressief aangepakt eigenlijk, achteraf. Er mm -hmm. is dan een proces van gekomen. En, uh, dan is dan, en sindsdien is dat, dat soort van reacties toch niet meer op Belgische gronden uh, gebeurd. Eigenlijk. Maar, maar elders in Europa wel nog? Oh, uh, in beperkte mate. Eigenlijk, het, is, het is een zeer kleine groep van mensen die, uh, die, die actief zijn. Ik wel uh, een beetje vergelijken met. Met de antivaxensoft, zoals we ja. ze nu kennen, ja. maar misschien ook kleiner, maar die, wel, ja, die, die, die soms wel zeer agressief te werken. Ja. gaan. En zo zijn er in Italië bijvoorbeeld olijfbomen, die, die ook te, te maken hebben met een verschrikkelijke plaag. En dat is een cilella, dus die alle oude olijfbomen dood. Wel er zijn er ook oplossingen voor gemaakt, want die, die bomen zijn verwoest door die, een aantal van die actievoerders, wat dus totaal onbegrijpelijk is. Hè? Ja, is ja. Ja. En uh, zijn die mensen daarmee opgehouden omdat ze op andere ideeën zijn gebracht of omdat ze gewoon zijn afgeschrikt door de, ja, door de repressie oh, en, en door ze, de straffen die zijn uitgedeeld? Ja, ik denk dat ze zeker niet afgeschrikt zijn doordat ze op, ander, uh, op andere ideeën zijn gebracht. Hmm. Ik denk dat dat een, um, Het blijft dus zeer moeilijk om met die mensen in, in te communiceren. Um, en, um, uh, dat zit ergens... Um, in bepaalde um, um, informatiemedia, denk mm -hmm. ik, die, die, uh, die, die steeds dat soort van informatie blijft voeden. Uh, heel wat complottheorieën uh, zijn daar, uh, um, gaan daarom. Uh, mm -hmm. Men heeft ook een, een, zeker een anti-grote bedrijven ja. like, dus Dat is zeker zo. Ook de, de hele sfeer, het moet allemaal meer natuurlijk zijn. Like, so. ja. Um, maar uiteindelijk is het niet veel, niet veel nieuws, zal de andersom hè? Want um, ik heb um, onlangs het boek gelezen van um, Charles Mann, uh, de, ja. de, de Profeet en de Tovenaar, en de, tussen Voogt en, en dan uh, Borloch. Ja, eigenlijk, en, William Vogt en, ja, ja. Ja, en dat is een fantastisch verhaal, dat gaat dus eigenlijk 100 jaar terug. Hè? Dat is ja. uh, Voogd de, de Milieuactivist, eigenlijk, en, en dan Borloch, die dan eigenlijk feit, ja, met zijn nieuwe, nieuwe rassen misschien. En half miljard mensen van de ongers dood gered. Eigenlijk. Precies. Echt, ja. en, de tovenaar en... is eigenlijk iemand die technologie wil gebruiken om, um, ja, om, om, om de mensheid uh, de, een beter leven te schenken en om de wereld te verbeteren. En de profeet, als ik het goed begrijp, is iemand die zegt: nee, we moeten net alles minder doen, minder consumeren enzovoort. We moeten de grenzen van onze planeet respecteren. En, en, en dat is een absoluut. tweedeling die tot vandaag nog altijd, ook in die strijd. Over GGOS. Ja, eh, absoluut. En dus Willem Voogtel, ja, die, die pleitte voor, voor minder te gebruiken, voor kleinschaligheid, voor minder, meer, minder in, energie te gebruiken, en noem maar op. En dat zijn dezelfde, dezelfde ja. be be bewegingen die we nu ook zien. Het merkwaardige is dat er ergens een, een gulden middenweg is, maar men, men, het systeem altijd evolueert naar uitersten. Dus, ja. dus, het zijn de, de profeten of de tovenaar, maar de... De technologie van de tovenaar kan, kan ook helpen eigenlijk om de, de doelstellingen van de, van de profeet vooruit te helpen. Ja. Maar de, de, blijkbaar zijn die werelden toch zeer moeilijk met elkaar verenigbaar. Want dat is inderdaad wel het merkwaardige dat in veel opzichten de profeten en de tovenaar dan dezelfde doelstellingen nastreven. Namelijk, is niemand wil milieuvervuiling, niemand wil verwoesting van ecosystemen, niemand wil die schimmel ook, om een heel specifiek nee, te maken voor die, uh, voor die aardappelvarieteiten. Um, dus. Nu probeer ik mij eventjes te verplaatsen in het standpunt van de tegenstander. Dus de mensen die, die dat, eigenlijk, ja, dat onderzoek vernietigen. Daar moet je toch echt al redelijk gemotiveerd voor zijn. Die ook wisten dat ze daar straffen voor riskeerden enzovoort. Um, zij, waar zijn zij precies bang van? Uh, als je dus bedenkt dat ze eigenlijk de doelstelling, dus als ze via klassieke veredeling hetzelfde effect zouden kunnen bereiken, dat zouden ze prima vinden. Dan we dan geen last meer hebben van die schimmel. En zij vinden. Dat de manier waarop jullie dat doen, dat die eigenlijk verkeerd is en gevaarlijk is. Begrijp ik dat? Dus wat is hun angst eigenlijk voor dat? Die well, die, dat is een zeer goede vraag. Ik denk het, de, de angst voor het onbekende, denk ik, hè? voor de zogenaamde lange termijns gevolgen. Dus um, um, en je uh, zegt, dus ja, we weten niet wat er precies de gevolgen van zullen zijn, elk op voor het menselijk lichaam, voor de natuur, elk enzovoort. Elk en, dus ja, er is daar zeer veel onderzoek over mm -hmm. gebeurd en er is daar nooit enig aantoonbaar negatief effect boven water gekomen en dat is volgens mij de enige verklaring. Misschien ook dat sommigen denken het moet allemaal natuurlijk zijn. Natuurlijk is, is veilig, het is betrouwbaar, maar ja... We mogen niet vergeten dat in de natuur de grootste giften, de ja. giften voorkomen. Ja. En dat dat in de natuur zeker, zeker en vast niet altijd zo moeilijk is als het afge Precies. afgebeeldelijk wordt. Hè. Ja. Ja. Dus ja, dat is heel merkwaardig. Dat is, en, uh... Maar is het, nu, om eventjes advocaat van de duivel te spelen, uh, klassieke vereerling kennen we inderdaad al heel lang. Dus je hebt de geschiedenis gegeven van de ontwikkeling van mais enzovoort. En we weten, ja. Dat, dat werkt soms, dat werkt niet altijd. Soms loopt dat eens verkeerd af, want je kan natuurlijk per ongeluk bijvoorbeeld uh, een gifstof activeren in een aardappel. Uh, maar is het denkbaar, want uiteindelijk, ja, wetenschap begint toch ook met onwetendheid en met herkennen van onze feilbaarheid enzovoort. Is het denkbaar dat de manier waarop dat we uh, sleutelen aan genen, dat daar toch een onverwacht neveneffect optreedt dat niet aanwezig is bij klassieke veredeling? En als dat zo is, is het dan toch niet. Misschien veiliger om ons te beperken tot de technologieën die we eigenlijk al, die we ook niet begrijpen, maar die we op zijn minst al duizend jaar of duizenden jaren zelfs uh, toepassen. Dus ja. hoe zeker zijn jullie van, van je stuk, dat dat niet binnen tien of twintig jaar toch plots blijkt van oei, mm. uh, er is toch een, on, een, een schadelijk neveneffect ja. of zo? Ja, ik zeg 100% zeker dat er geen neveneffecten zijn. Eigenlijk. Omdat de manier waarop het, het, het mechanisme werkt, dan is in feite ja, een soort van. Een soort van editor. Dus een, ik zal een ander voorbeeld geven om het, het, het revolutionaire van de technologie te ondersteunen, onder, onderlijnen. Uh, je wilt bijvoorbeeld in je boek, hè, je schrijft nogal veel boeken, ja. en je wilt een bepaald ja. woord uh, wijzigen omdat daar, uh, dat je dat niet goed vindt. Eén methode, de oude methode, is dat boek volledig te lezen en telkens te kijken, te, te scannen. Ja. Uh, waar staat dat woord en ik ga dat veranderen? Maar je kunt even goed een in, in, in PC nemen en, en Find en find ja. Correct en uh, op, uh, op op één seconde is het gewijzigd. Dat is precies hetzelfde. Het eindresultaat is hetzelfde, het gewijzigde woord, maar voor de rest kun je enig als het ja. gebeurtelijk is, kun je niet zien hoe de, ja. welke manier dat het gebeurtelijk is. Dus die nieuwe rassen eigenlijk ook, die worden altijd in, in een vergelijkende studie genomen, met bestaande rassen. Dat zijn bepaalde onderzoekscentra die dat dus moeten doen, van dus bijvoorbeeld het ILVO hier in het Gentse, dus het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek uh, doet bijvoorbeeld vergelijkende studies op maïs. Als je dus een nieuwe met bekomt met klassieke veredeling of met uh, gen-editing, worden die altijd vergeleken uh, met de bestaande maïsvariteit. Alleen als die beter is mm -hmm. voor bepaalde kenmerken. Dat kan zijn de, ja, kan veel opbrengst, maar dat kan ook kwaliteit zijn enzovoort. Dan, dan alleen dan kunnen die op de martelen komen. Ja. Het is dus niet zo dat er daar een soort van carte blanche gegeven wordt om alles en nog wat te doen, maar dat is duidelijk. Ja. Duidelijk ook uh, een zekere een kwaliteitscontrole die er gebeurt. Ja. Misschien nog eventjes over het profiel van die, of de achtergrond van de mensen die meedoen aan dat soort acties. We hadden hier vorige keer Griet van der Massen op bezoek, die over de biologie, uh, biologische verschillen tussen mannen en vrouwen spreekt. En daar gaat het voor een stuk ook over contestatie binnen de academische ja. wereld. Hoe, hoe zit dat bij jullie? Krijgen jullie van collega's soms ook negatieve reacties over het onderzoek waar jullie bezig zijn? Um, of komt het vooral van buiten? Dat komt uitsluitend uh, bu van buiten. Wereldwijd is er een uh, grote consensus dat uh, dit soort van technologie uh, enorm kan bijdragen aan een uh, meer duurzame landbouw. En, um, en dat wordt bijvoorbeeld ook ondersteund door, je hebt het genoemd, de uh, EU-SAGE. Dat is dus eigenlijk een ja, beweging, waarbij dat 130 uh, verschillende instituten in Europa, Europese instituten, uh, universiteiten... Uh, ook Universiteit Gent doet daar aan mee, Universiteit van Wageningen, grote onderzoekcentra... En allemaal uh, unisono zeggen, kijk, die technologie is bijzonder belangrijk voor Europa. We moeten dat echt eigenlijk, dus ja. uit die zeer strenge GGO-wetgeving gaan, gaan halen. Dat is dus geen enkel uh, tegengeluid. Uh, waar komt de tegenstand? Uh, ja, over het algemeen van uh, extreme um, middens. Um, ja, uh, heel dikwijls um, mensen die de technologie niet begrijpen. Mm -hmm. hey, dat, uh, Kun je kunt het dus niet voorstellen wat voor uh, rare dingen dat er dus zijn. Hè? Ben, uh, bijvoorbeeld uh, uh, dus biodynamische landbouw, waarbij men dus van, uh, van koeien gaat vullen met, um, met uh, uitwerpsel van koeien en dat naast de plant steken en dan uh, met een bepaalde maanstand. Ja. Om op die manier dan te zeggen, dat, dat gaan mijn planten beter groeien. Dergelijke, ja. dergelijke soorten ideeën ja. zijn, uh, zijn daar ook uh, aan, aanwezig. Hè? En dan is... Um, uh, en ook dikwijls uit, uh, uit zeer extreem linkse uh, middens mm -hmm. uh, zien we dat. Ik uh, uh, moet ook zeggen dat van extreem rechts, uh, dat het, uh, maar dat is een heel andere uh, beweegreden, dat zien we ook wel tegenstand. En dat, is al omdat, uh, dat gaat dan over de zuiverheid. Hè. Dat is, uh, ja, ja. De rassen, De rassenzuiverheid en, ja. en dergelijke allemaal. Ja. Dat is een heel andere uh, uh, ja, ja. benadering van het probleem. Like, uh. Maar wetenschappelijk, van onder wetenschappelijk is er uh, wetenschappers die de technologie begrijpen. Ik kan ik u zeggen dat er daar absoluut geen enkele, ja. enkele weerstand is? Ja, ja, ja. En wat de bevolking in het algemeen betreft, want nu gaat het inderdaad om mensen die heel erg uh, fanatiek anti zijn. En die dan ook zelfs nee, bereid zijn om daarvoor <laughs> zelfs in de gevangenis te belanden of uh, geldboetes te betalen. Uh, maar het is toch mijn indruk dat die mensen erin geslaagd zijn om toch uh, een groot deel van de bevolking. Ja, argwanend te stemmen over GGO's. Dus de, wat, wat zeggen de peilingen eigenlijk op dit moment uh, over de vraag: zijn mensen bereid om GGO-voedsel te eten? Ja, dan nee. Is daar ook verbetering in over de tijd heen? Of ja, hoe zit zien, het met de bevolking? Ja, we zien zeker een zekere vaste verbetering. Dus, uh, dat wordt ge, uh, onderzocht. De eurobarometer is zoiets. Eigenlijk, dat, en, dus als je mensen precies gaat uitleggen over waar het gaat. Ik denk dat er nog altijd wat weerstand is ten opzichte van de klassieke. Uh, GGO's, dus degene met vreemd DNA erin. Ja. Maar met die nieuwe technologie is dat dus... Als je de mensen uitlegt dat dat niet anders eigenlijk, is dan een, hetzelfde ja. resultaat van een klassieke veredelingsproduct, uh, zien men toch heel wat minder eigenlijk weerstand. Uh, dat, um... Toen de mensen zijn, moeten geïnformeerd worden. Ze zijn, het is ook, moet ik zeggen, er zijn 20 jaar zijn ze, uh, en, en zijn ze bestookt met bangmakerij. Dat is... Uh, ja. denk dat, um, met uh, bijzonder sterke beelden, uh, zonder, zonder sterke uh, verhalen. Dus uh, narratives, om misschien het. Uh, yeah. Zo yeah. zijn dus, uh, groeperingen zoals Greenpeace, waar ik mensen bestookt. Hè, met, mm -hmm. de, de, de stations hebben me volgehangen met, uh, met een granaat, dus, waaruit een soort van mais uitkwam. Hè, of yeah. een, 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 een tomaat waarbij men iemand met een blauwe vloeistof eigenlijk, inspuit. Dergelijke beelden hebben yeah. dus continu gecirculeerd. Totaal waanzin, natuurlijk. Hey, dat heeft er niets mee te maken. Maar uh, op die manier is dat natuurlijk de publieke opinie van: oh, dat is hier gevaarlijk. En het is een, ook mijn ondervinding ook dat uh, ja, uh, angst verkoopt goed. Hè? Dat, is, ja. dat moeten we ook zeggen: uh, het verkoopt goed uh, in de pers. Er is een fameus verhaal dus, um, uh, van een zekere Franse professor, Seralini. Uh, mm -hmm. uh, die, die had een onderzoek gedaan, die had dus aan. Um, um, aan ratten, die van uh, die, die ratten zijn, die al een mutatie die, die maakten van zichzelf tumoren, hè. die ratten zijn verschrikkelijk dat is verschrikkelijk, dat is voor onderzoek natuurlijk maar die ratten hebben ook uh, uh, ja, uitstulpingen op dat lichaam van tumoren, die van zijn. natuur eigenlijk van, van ja. natuur, ja, ja. Dat, zijn, dat is een speciaal ras dat men dus ja. gebruikt voor antikankerstoffen te onderzoeken enzovoort en die man had dus uh, uh, maïs, een gewone, normale maïs en een genetisch gemanipuleerde maïs gegeven. En die kwam zo gezegd, tot, de, tot de conclusie, dat was in een artikel, dat, dat het uh, aantal van die tumoren uh, toegenomen was. Onmiddellijk beelden, uh, elke krant, frontpage, dus, uh, 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 allemaal uh, beelden van die verschrikkelijke ratten, hè, met allemaal mm -hmm. die tumoren. Hè, en je ziet er wel, het is gevaarlijk enzovoort. Hè, en ja, de wetenschappers hebben dan naar die data gekeken en dan blijkt dat, dat de statistiek, dus eigenlijk de, om de betrouwbaarheid van de, van de conclusies uh, met, met zekerheid te kunnen trekken, die bleek dat dus helemaal niet correct te zijn. Ja. Waardoor eigenlijk de conclusie was dat er geen enkel verschil was. Hè, tussen de, de, en dus dat, dat is dan ook rechtgezet geweest, like, mm -hmm. in feite. Hè? Uh, en, maar dat komt dan op bladzijde 20 van de krant. eigenlijk En niemand weet ja, ja, dat. En het beeld is, maar het beeld is wel aanwezig. Hè? En het, ja. en het en blijft het, hangen. Het blijft dus heel lang hangen. Hè? En dat, dat is zeer moeilijk om dat om te ja, draaien. Ja. En dan, ja, als je dan als wetenschapper dan probeert dat dan toch te doen, door, ja, dan word je dikwijls opzij gezet van te zeggen: Ja, u bent betrokken partij. Ja. Uh, u werkt met de industrie samen, elk enzovoort, elk en mm -hmm. enzovoort. Dat is het verdedigingsmechanisme. Ja. Dat, is een, ja. en dat maakt het natuurlijk allemaal bijzonder moeilijk. Hè. Ja. Ja. Ik herinner mij ook nog dat onderzoek van die, die Seralini. Dat is het ook al iets van tien jaar geleden, ja. of misschien al ietsje ja. langer. Um, het is wel mijn indruk um, dat er de laatste tien jaar wel een evolutie is bij de tegenstanders. Um, maar ik heb de indruk dat de aandacht een beetje verschoven is van de angst voor uh, gezondheidsschade, kanker enzovoort naar euh, dan in tweede instantie de angst voor ecologische schade, Dus de zogenaamde superweeds, mm. die dan dus genen die zouden ontsnappen en in de natuur allerlei ravages aanrichten. En nu vandaag heb ik steeds meer de indruk dat men zich eigenlijk toespitst op eerder economisch argumenten. Dan gaat het inderdaad over de verwevenheid van industrie, de angst voor, euh, dat komen we meteen nog toe, euh, patentering van zaden enzovoort, voor monoculturen. Euh, is dat ook uw indruk, dat er dus een, een soort van verschuiving is... Uh, bij de tegenstanders, dat ze het, eigenlijk een beetje het front hebben verlegd door de jaren heen? Ja, uh, absoluut. Dat is een zeer goede analyse, denk ik. Uh, ik denk dat ook dat de wetenschap nu uh, uh, voldoende heeft aangetoond. Ook de tijd, het is nu twintig jaar geleden dat die planten op de markt zijn gekomen, wereldwijd op zeer grote schaal worden verbouwd. Uh, nooit geen accident geweest, nooit geen, geen mens die eraan gestorven is, ja. of een van andere superweed die dus uh, ontsnaptelijk is. Dus, die argumentatie vervalt volledig, maar inderdaad zo, het is uh, heel die technologie, uh, vooral de klassieke GGO's zijn dus in handen van een paar bedrijven. Hè. De, uh, het vroegere Monsanto, nu dus Bayer, uh, dus Corteva. Uh, het, 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 um, het cynische van de hele zaak in feite dat, uh, is eigenlijk dat, dat de, de milieubeweging voor een stuk verantwoordelijk is voor die... Concentratie van die technologische macht. Dus door het zodanig moeilijk te maken om, mm -hmm. uh, voor kleine bedrijven om, uh, om uh, producten op de markt te brengen. Uh, en, en, omdat men steeds meer en meer testen vroeg enzovoort. En, uh, en men heeft een schat dat ongeveer 150 miljoen dollar kost. voor een nieuw um, genetisch gemodificeerde gewas op de markt te brengen. Omdat. Ja, uh, dan ja, de kleine bedrijven die worden er allemaal uitgehaald. He, like, dus alleen de zeer grote bedrijven kunnen met ja. die technologie doorgaan. Dus inderdaad correct. He, like, en moet zeggen, nu met die nieuwe gene-editing is dat volledig anders. Dat is, uh, daar is, het, uh, uh, is het de, de toolbox, de gereedschapskist om dat te doen, is eigenlijk zeer divers. Het patentlandschap, hoe dat het moet doen, is, uh, is zeer verscheiden. Er zijn zeer veel bedrijven op de markt. En we zien dus ook dat tussen landen die vroeger zeer uh, categoriek. Tegen GGO's zijn bijvoorbeeld Japan was het absoluut uh, uh, no go. Mm -hmm. We zijn nu de eerste eigenlijk, om die producten op de markt te brengen. Ja, in ja, ja. 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 hey, Japan kunt genun een tomaat uh, eten die uh, door gen uh, en engineering eigenlijk is gemaakt, die bijvoorbeeld hun bloeddruk eigenlijk gaat verlagen. Hè? Dus eigenlijk die een, stof, ja. een natuurlijke stof aanmaakt in hogere concentraties die in feite vooral bij oudere mensen eigenlijk bijzonder, bijzonder gunstige um, effecten eigenlijk, heeft op de bloeddruk. Ja. En uh, de, alleen, maar zeggen, dat is, uh, alleen maar zeggen dat dat dus kan snel verkeerd naar Kan snel verkeerd, ja. 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 Want wat, wat mij wel um, interesseert is, is zo, um, de, het relatieve aandeel van, laat ik maar zeggen, de psychologische factoren in de, de weerstand tegen GGO's en waar je op zich niet zoveel aan kan veranderen. Dat zijn misschien zelfs universele eigenschappen van de menselijke geest. Maar dan heb je ook meer uh, toevallige historische verklaringen. Bijvoorbeeld in Europa, de, uh, de gekke koeienziekte, de dioxinecrisis enzovoort. Als je dan mm, vooral op die verklaringen toespitst. Uh, zou je dan kunnen zeggen, als dat nu niet was gebeurd, bijvoorbeeld in die eind de jaren negentig, als ik me niet vergis, mm -hmm. de dioxinecrisis, als dat nu net iets anders was, was gelopen, dan uh, had de geschiedenis misschien ook een andere wending genomen en was er misschien veel meer aanvaarding van, van GGO's? Hoe, 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 hoe bekijk je dat precies, die, die precieze uh, geschiedenis? Ja, ik denk dat inderdaad dat, uh, dat het heel anders kon gelopen zijn. Ik denk dat uh, de, de waarden in, in Europa zijn dus. Zijn daar uh, GGO-producten op de markt geweest? Dat was een tomaat, uh, Sainsbury Labs, uh, Sainsbury, dat is een grote supermarktketen in de UK, die hadden, uh, die hadden daar een tomatenvarieteit like, ingeblikt. Tomaten die uh, veel trager rijpen, wat het loon verschillend is. Als je tomaten koopt en dan like, leg, ze, uh, leg ze niet in hun ijskast. Een paar dagen later zijn die, die beginnen die slap te worden, die vallen, die, vallen, die worden rot, als ja. wij al spreken. En die tomaten bleven veel langer, dus goed. Ik heb hier zelfs een afbeelding van. Dus dat was schitterend. Uh, <laughs> schitterend. Uh, double Concentrate staat erop, dus tomato puree. Ja. Made with genetically modified tomatoes. En dat, dat was dus bijna een verkoopsargument. Dus ja, ja kijk, dit is, absoluut, dit is absoluut, het, het lusje uh, van de zalm. Ja, nu een uh, verkoopsargument is, maar tegen. <laughs> <Yeah>. <laughs> voor, uh, voor, ja, en, dat is inderdaad. een beetje een vergeten geschiedenis, eigenlijk. Want ik was me daar zelf ook tot. Ja. Tot ik hier uh, allee, mij, mij heb voorbereid voor deze aflevering, ja. was ik mij daar niet van bewust dat er dus een, een tijd was dat mensen daar eigenlijk best voor ja. open stonden. Die... Ja, ja, absoluut. En, en ik denk dat het een grote kentrink is geweest dat er daar, en misschien ook wel een verkeerde keuze van sommige bedrijven, uh, voor, de, allee, voor, uh, voor sommige planten, bijvoorbeeld herbicide-resistente ja. de planten, dus dat is dan het Monsanto-verhaal. Ja. Bijna een soort van um, um, koppelverkoop, waarbij dat je de planten verkoopt, maar tegelijkertijd de herbicide die je nodig hebt om alle onkruiden te doden. En, uh en dat heeft er wel, denk ik, bij, bij vele, bij vele milieuorganisaties wel... Ja, het van RBC, ja. dat moet gevaarlijk zijn en, enzovoort. Je kent het verhaal. Dat ik een, uh, dus dat dat glyfosaat is, een zeer onschuldige product, hoor, hoor, dat is... Uh, maar toch wel, het is, men, men brengt uh, chemische verbindingen in de, op grote schaal in de, in de natuur, waardoor dat je denkt, ja, automatisch de, de tegenstand gaat gaan voeden. Moest daar dus een ander product zijn geweest... Uh, een iets van dat gezondheidsbevorderend was. Mm -hmm. En, en die dergelijke zaken zijn er nu op de, uh, op de markt. En misschien zelfs de golden rijst, de golden rijstellig like like, misschien. Uh, dan zou het misschien helemaal anders gelopen zijn. Ja, ja. Ik heb over die associatie tussen GGO's en Monsanto. Heb ik ook nog een kort filmfragmentje mee uit een uh, documentaire, Well Fed, mm -hmm. van uh, Hede En hier heb Monsanto. Oh, oh, oh. ...in protest tegen San Suu in Waarom loop je mee? Waarom loop je hier? Dat heb je gehoord net, toch? Bij de speech. Well, Het gaat helemaal niet voor of tegen uh, Gentech. Het gaat over... Hoe technologische middelen ingezet worden exact. door wie, uh, uh, voor welke middelen? Er zijn hier dus mensen aan het staken, aan het actievoeren tegen Gente. Ja, ik weet niet, voor mij is het niet echt tegen Gente. Het is tegen het gebruik van techniek door, door, door bedrijven, door het grote kapitaal. zijn mensen die bezorgd zijn over de invloed van grote bedrijven op onze gegevens. Ja, Monsanto is uh, straight out evil, denk ik, zei die. Zei die uh, jonge dame in het begin. Um, er is inderdaad wel een tijd geweest dat Monsanto, dat dus nu niet meer bestaat, is eigenlijk over, opgekocht door uh, Bayer, uh, inderdaad een beetje de incarnatie van het, van het kwaad was. Hoe, hoe kijken jullie daar tegenaan? Jullie, verwijten jullie bepaalde zaken aan Monsanto? Heeft Monsanto het voor een stuk wat verknoeid voor jullie? Of, of is dat toch een, een beetje een verkeerde perceptie? Dat oh, is heel moeilijk om te zeggen. Ik denk dat uh, de, de communicatie van Monsanto was uh, grotendeels gerichtelijk op uh, Verenigde Staten. Hè. Dat mm -hmm. is een volledig ander landbouwsysteemelijk uh, heeft. En daar kom ik misschien nog ook even op terug. Like, die, uh, waarbij dat eigenlijk ja, um, um, grootschaligheid uh, uh, troefelijk is. Hè. Dat is um, als je in sommige staten rondreist, uh, uh, Iowa uh, bijvoorbeeld, dan. Michigan enzovoort, je dat kun je ja, werkelijk uren rijden en alleen maar maestelijk zien. Ja. Dat is, uh, dat is het, um, um, ze werden er ook mee geassocieerd met dat soort van zeer grootschalige landbouw, uh, allemaal dezelfde producten enzovoort. En, en, ja, dat, dat is natuurlijk in, in Europa hè, slaat dat niet aan. De, uh, de landbouw, en dan moet men er ook uh, nuanceren, hè. de landbouw hier is ook een deel van het landschap, een deel van onze cultuur we groeien ook heel veel meer variëteiten, omdat dat onderdeel is van onze, ja, de manier waarop we leven. En men heeft daar onvoldoende rekening mee gehad en, en, en daar nooit niet naar gecommuniceerd, naar de Europese situatie, ja. omdat het eigenlijk ja, het was geen afzetgebied was. Sowieso waren er geen GGO's eigenlijk, hier toegelaten in ja. Europa. En los van Monsanto in het bijzonder, wat eigenlijk een afgelopen verhaal is. De verwevenheid met, met de industrie, dat is natuurlijk een algemeen argument waarmee de tegenstanders vaak komen opzetten. Um, die verwevenheid is er wel. Dus uh, jullie werken nou samen met verschillende industriële partners. Uh, klopt het dan? Ja, dus de tegenstanders zullen zeggen: zijn jullie dat wel af, uh, onafhankelijk? Want uh, het is veel van die onderzoekers, die, die werken dan ook voor een stuk voor de industrie. of... Het is zeker correct dat wij dus zeer nauw samenwerken met de industrie. Momenteel denken we dat we met ongeveer een dertiental bedrijven samenwerken, wereldwijd, ongeveer de elf van, van Europa, de rest van de, rest van de wereld. Zelfs tot Japan toe, like, um, Brazilië, Verenigde Staten enzovoort, zelfs China like, toe. Like, en, um, en die komen naar ons komen like, bij bepaalde kennis, bepaalde technologie. Daarbij is één uh, richtlijn van zeer groot belang dat alles wat wij doen voor industrie ook publiekelijk wordt. Ja. En ja. Dus het is wel zo dat de industrie het dus getrechtelijk heeft om uh, voor publicatie de resultaten te zien. Ze, kunnen, ze hebben een zekere marge, en dat is niet lang hoor, dat gaat dan maar ook over een paar maanden, kunnen ze de publicatie vertragen om bepaalde zaken te beschermen. Mm -hmm. in, in, in patenten, maar wij publiceren de resultaten. Ja. En dan dat het heel belangrijk is, dat er dus geen blackbox onderzoek gebeurt, ja. die niemand mag zien, behalve de, diegene dat ervoor ja, betaalt. Ja. En dat is een, in het begin was dat zeer moeilijk vertaalbaar naar, naar, de, naar het management van die, van die industrieën, want uiteindelijk ze willen ook een competitief voordeel houden, ja. een voortel, maar uiteindelijk... Uh, is het voordeel toch veel groter dan het, uh, na het nadeel? Dus het, het, in, in de schoot van het VIB hebben we ook uh, heel wat be bedrijven opgericht. Hè. Dat gaat niet altijd over GGO's. Ook. Die kennis wordt ook gebruikt voor, uh, voor andere, voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld hebben we dus een recent het Afea Bio op, uh, opgericht. En dat gebruik, maakt gebruik van het microbioom. Dat zijn de microben die rond de wortels leven. Die hebben een zeer belangrijke functie om voedingsstoffen op te nemen, bijvoorbeeld. Wel, dat bedrijf verkoopt zaden waarbij er een verbeterde microbiome rond zit, zodat die planten een voordeel hebben. We hebben ook bijvoorbeeld Protealis opgericht. Door kennis te gebruiken, veredelen we nu sojabonen voor Europa. Wij voeren dus zeer veel GGO's in, mm -hmm, ja. gigantische hoeveelheden, vooral het Amazonegebied. En we zijn dus. Voor dierenvoeding vooral. Vooral voor ja. dierenvoeding. Maar ja, het is alleen, het schrijnende van de hele situatie. Is dat Europa dat verbiedt om dat te doen? Dus, waarom sojabon? Omdat dat een zeer belangrijke bron is van eiwitten. Voor dierenvoeding mm -hmm. ik, vooral. En dus ja, hier mag het niet gegroeid worden, omdat het dat is, mag niet toegepast worden. En wij verplaatsen ons problemen naar, naar het Amazonegebied. En ik zijn natuurlijk de eerste om te roepen: ja, de ontbossing in het Amazonegebied ja, ja, ja. is, een, is een zeer groot probleem. Terwijl wij in feite voor een groot stuk daar ook verantwoordelijk voor zijn. Ja. En zeker nu, met, moet ik toch zeggen, met die nieuwe Green Deal, die Farm to Fork-strategie van de Europese Unie, die. Maar eventjes naar 25% organische landbouw gaat. Uh, bio, nee, dat, is, uh, dat is niet zo productief. Nee. Ook, uh, en dat, we, ja. we, we, dat je dus opnieuw meer grond nodig hebt. Like, en en, en ja, minder ja. productiviteit en in feite meer zaken gaan moeten invoeren in ja. andere landen dan ook. Dus. Misschien nog eventjes um, bijvoorbeeld de ontbossing van het Amazonewoud en in het algemeen de klimaatcrisis. Um, er zijn natuurlijk talloze toepassingen van GGO-technologie en CRISPR enzovoort. Uh, maar wat zijn de, ja, de beste argumenten eigenlijk om mensen, misschien ook milieuactivisten, te overtuigen van dit is eigenlijk iets wat jullie kan helpen, bijvoorbeeld om ontbossing tegen te gaan? Hoe, hoe zal GGO-technologie, uh, bijvoorbeeld, ontbossing tegengaan of CO2-uitstoot? Uh, wat, wat zijn daar de mogelijkheden? De, de vraag is, eigenlijk is, en kan op vele manieren beantwoord worden. Enerzijds hebben, gaan we onze landbouw moeten aanpassen, dus adaptatie zouden we kunnen noemen aan de klimaatveranderingen. Dus, um, dan gaan we daar nog een hele periode bij te maken hebben. Dat gaat nu mm -hmm. op 1, 2, 3 overgaan. Dus we moeten planten aanpassen om ze meer bestendig te maken aan de klimaatgridden. Vooral droogte gaat een probleem ja. worden, vooral in, in zuidelijke Europa. Dus dat kan. Dus door de planten bijvoorbeeld een, een dieper bewortelingssysteem te geven. Ja. We moeten ook planten aan elkaar aanpassen, zoals bijvoorbeeld beter um, nitraten gaan opnemen. Uh, dus uh, meststoffen, wat een nog dierlijke of kunst, uh, kunstmatige mest is, dat maakt niet veel uit. Maar je we moet weten dat als een bijproduct eigenlijk van bemesting heb je sowieso heb je de productie van, um, van lachgas. Dus dat is N2O, ja. dus de twee, uh, die nitrogen oxide. En dat is een zeer krachtig broeikasgas. Dat is ook iets dat een uh, nevenverschijnsel is. Ja. En, um, Um, uh, ook um, uh, he heel belangrijk is um, uh, om de ja, landbouw productiever te maken. Hè? Dus um, uh, om op die percelen dat je dan toch voor landbouw gaat uh, gaan gebruiken om daar de productiviteit zo hoog mogelijk te hebben. En natuurlijk op een ecovriendelijke manier. Hè? Dus uh, om maar op die manier dat je in feite land kunt uitsparen. En dat moet natuurlijk ook hand in hand gaan. Om terug naar renaturing, het erbebossen er er bijvoorbeeld, ja. van gebieden. En dan is het, ik denk dat dat dan een zeer belangrijke bijdrage kan geven aan de biodiversiteit. En zelfs in het Europese model, waarbij je dat we de lappendeken en, hebt, uh -huh. waarom niet? En, ik, dus, uh, ik denk het hoeft nu, niet per se de Amerikaanse grote monoculturen in te zijn. Absoluut niet, absoluut. Ja. Integendeel zou ik zeggen. En ja. dat is precies de kracht ook van die. Die gene editing dat is zodanig efficiënt dat je nu eigenlijk in feite vele rassen eigenlijk van bepaalde planten kunt gaan verbeteren. En zodat je die diversiteit behoudt en niet een, ja. een, een altijd een, een monocultuur krijgt van, van 100.000 hectare, bijvoorbeeld. Ja, Dat komen we misschien nu tot, tot bij Europa. Europa met haar Green New Deal is heel ambitieus wanneer het aankomt op klimaattoestellingen en ook in het algemeen, milieuwetgeving enzovoort. Ze zijn zeer streng en vooruitstrevend in. Toch in ieder geval, dat is een beetje het zelfbeeld van Europa. Maar dan aan de andere kant, bijvoorbeeld als het gaat over die gentechnologie... Kent Europa een apart statuut toe aan uh, genetische modificatie? En daar is dat natuurlijk een hele interpretatiekwestie van hoe je dat dan uh, precies uh, interpreteert, die wetgeving daaromtrent. Maar eigenlijk, als ik, als ik na, naar jouw verhaal luister, dan is dat de onderscheid dat Europa maakt op basis van het eindproduct, uh, sorry, op basis van het procedé. Dus zij zeggen uh, niet het eindproduct telt, maar de manier waarop dat je het hebt ontwikkeld. Dus is het klassieke veredeling? Dan hoort het in een bepaalde categorie thuis. Is het uh, GGO, dan hoort in een andere categorie thuis. Eigenlijk is dat niet wetenschappelijk. Dus dat is absoluut niet wetenschappelijk. Nee, dat is absoluut niet wetenschappelijk. Ja. Het is het eindproduct dat in feite telt. Hè. En dat is. Um, dus. Een ander voorbeeld, eigenlijk. Dus uh, velen van ons eigenlijk, worden uh, dag, dagelijks uh, geconfronteerd met, met GGO's. Insuline bijvoorbeeld. Hè. Ja. Allee, dus, de oude manier. Dat kun je kunt best vergelijken. Kun je je proces, kun je dus vergelijken, kun je kunt de spankreassen nemen. Eigenlijk, van... Ja. Uh, van dieren, van varkens, uh -huh. daar uh, een beetje insuline uit uh, te halen en daar uh, moeten er veel varkens voor doden enzovoort. Of we kunnen het ook wel een dood bacterie laten maken. Hè? Dat is, en het eindproduct is beide. Is het, uh, well, het is al beter, zelfs dus het, het, het product gemaakt dan in de bacteriën is. Is het humane insuline? Terwijl de, van varken nog altijd het varkensinsuline is ongeveer gelijk. Ja. Maar dat maar is eigenlijk maar een, om een, een voorbeeld te noemen. dat van, ja, het eindproduct uiteindelijk telt. En datzelfde met die veredeling kan ik ook. Het moet het eindproduct zijn. Dus ja. voor mij is het totaal onbegrijpelijk. Totaal onbegrijpelijk dat de, de, de biolandbouw, de organische landbouw pleit voor, voor biozaden. Dat wil zeggen, dus zaden die alleen maar bekomen zijn op natuurlijke wijze. Enzovoort, ja. En, ja, waarom zou je met dergelijk zaden voortel doen als je dus veel betere zaden kunt eigenlijk, hebben die, uh, die ziekteresistent zijn enzovoort? Het zal de biolandbouw ook enorm kunnen helpen om met dergelijk materiaal ja. in feite aan pesticidenvrije landbouw bijvoorbeeld te doen, waar wij ook natuurlijk voorstander van zijn. Ja, en dat absoluut. Is, maar die werelden zijn blijkbaar niet uh, met elkaar uh, ja. uh, in overeenstemming te brengen, spijtig genoeg. We zien wel bij de jongere mensen, bij de jongere uh, milieuactivisten, en we hebben er ook een heel aantal in ons labo er rond, uh, rondhangen, nou, dan zit je wel dat die, die kentering aan het gebeuren is. Mensen begrijpen dat inderdaad, dat je technologie kunt gaan gebruiken om... Ook in feite dezelfde doelstelling te bekomen. wat dat, ja. uh, dat de milieuactivisten nastreven. Of je nu inderdaad aan biologische landbouw. van conventionele landbouw doet. Want, en dan kom ik terug bij Europa. Uh, ja, het gaat zelfs nog breder dan. He, de, het onderscheid tussen conventionele. en biologische landbouw. Uh, zelfs in de conventionele landbouw. laat Europa het dus niet toe. Dus eigenlijk. Is uw, is uw standpunt? Het, het hele onderscheid op basis van het procedé is eigenlijk niet wetenschappelijk gestoeld. Dus eigenlijk zouden we dat beter helemaal afschaffen. Mm -hmm. Maar dat is waarschijnlijk niet echt realistisch. Maar ik heb begrepen dat er dit jaar wel iets heel belangrijks op het spel staat. Eh, namelijk de vraag of CRISPR onder die GGO-wetgeving valt. Ja. Eh, eh, of dat die dan toch. Een uitzondering krijgt of uh, onder dezelfde categorie valt als de, als de klassieke vereerling. Dus eigenlijk, misschien ja, idealiter, zouden we misschien heel die GGO-wetgeving uh, afschaffen, maar misschien pragmatisch gezien, als ik dat begrijp, willen jullie vooral dat dan toch op zijn minst CRISPR niet in die GGO-categorie terechtkomt, ja. want dan wordt het eigenlijk de facto onmogelijk gemaakt. Is dat ja. ongeveer wat er op dit dat moment... Dat is inderdaad ja. correct. Dus In 2018 heeft dus het European Court of Justice, Europees gerechtshof zeker dan, beslistelijk om die CRISPR-technologie ook onder de GGO-wetgeving te plaatsen. Wat misschien formalistisch gezien, mm -hmm. misschien allemaal, want het is een zeer ingewikkelde wetgeving, niemand begrijpt het meer, ja. misschien wel correctelijk was. Daar kan ik me niet over uitspreken. Uh, maar dan is er een, een, inderdaad een zeer grote beweging op gang gebracht door uh, gigantisch vele uh, organisaties, uh, zeer veel academici, um, ook de, de, de Science Advisory de Committees, uh, EFSA, ook zeer veel wetenschappelijke instellingen, ook IUC, like, en noem maar op welke yeah. Royal Society die allemaal beginnen uh, tegengast te geven. Daarboven zien we dus overal ter wereld nu dat er nieuwe uh, wetgeving gecreëerd ge ge is. Ik kan u een kaart tonen, waarbij dat die, ongeveer de helft van de wereld nu CRISPR al goedgekeurd is voor het gebruik. En wij denken dat dat inderdaad Europa niet achter kan blijven. Zeker voor die toepassingen die geen vreemd DNA in de planten binnenbrengen. Ja. Voor de andere toepassingen, waarbij men inderdaad, de klassieke GGO's, ik denk dat Europa daar niet klaar voor is. Ik denk dat. Uh, dus ze uh, zeggen altijd: uh, pick your battle. Eh. De, de, ja. de, de battle die hier, hier uh, haalbaar is in, in, uh, in Europa, is in feite ja, een soort van versnelde veredeling, een precisieveredeling, die eigenlijk maar van het eindproduct niet onderscheiden is wat dat je doet met, uh, ja. met klassieke veredeling. Maar binnen de logica van de Europese regelgeving, die eigenlijk op zichzelf mm. al fundamenteel verkeerd is. Ja, loop je misschien toch het risico dat CRISPR dan als GGO zal gelden? Dus, en ik denk ook in, in, de, ja, in, in de publieke perceptie: mensen zullen misschien toch nog altijd. Uh, met het idee achterblijven, ja maar waar het toch op neerkomt is dat je daar in een labo zit te sleutelen aan genen enzovoort mm -hmm. dus hoe, hoe optimistisch zijn jullie over dus die, ja dus inderdaad pick your battles, over het winnen van deze veldslag? Ja, ik denk dat Europa heel moeilijk anders gaat kunnen eigenlijk, omdat het, Europa doet ook internationaal het uh, handel met, uh, met zeer veel landen eigenlijk, en, dus, en voert ook zeer veel uh, zaken in uit andere landen daar hebben we hebben al een paar voorbeelden gegeven uh, ja, uh, als je niet kunt onderscheiden van wat er met klassieke veredelingen is gebeurd, dan wordt het zeer moeilijk om, om daar elke feit uh, ja. uh, dat te gaan controleren enzovoort, dus men, men komt in een zeer moeilijk uh, gebied terecht, ik denk dat, uh, dat is een belangrijk argument daarboven uh, is, het, uh, is het zo dat um, er, um, er toch heel wat mensen um, iedereen gelooft dat die in een green deal er moet gaan komen in Europa dat we dus moeten doen aan ja. de biodiversiteit enzovoort maar ja, de, de weg terug, eigenlijk. Ik zei altijd. Niemand wil meer in een bokrijk leven. We willen dus landbouw ook productiever komen. Ja. En we gaan dus echt de beste, de beste rassen moeten inzetten om dat te bereiken. Dus ik denk dat de strijd is zeker niet geleverd is. Uiteindelijk is het een beslissing van het Europees Parlement. Maar we zien toch dat er zeer veel partijen nu toch wel. Uh, toch wel meer in rationaliteit beginnen te geloven en ja. toch wel die, die dogma's uh, uh, naast uh, 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 toch zich voor een stuk achter zich gaan laten. Ja. Dus je ziet ook, en dat ziet men ook met de, kern, de kernenergie nee. in, in tijden van crisis hebben men dus ook een een enorme droogte gehad een paar jaar geleden. Dan ziet iedereen dat er iets moet gebeuren. Dat we nieuwe rassen moeten hebben die, die droogteresistent zijn, droogte zijn en droogtetolerant zijn. En je ziet dan nu ook met die plotseling als de, gas, de gasprijzen stijgen, dan wordt plotseling technologie terug omarmd. Maar het blijft wel ironisch, uh, in zeker opzicht, dat Europa eigenlijk de rest van de wereld volgt. Heet, dus Europa ziet zichzelf toch graag als een baken van vooruitgang en verlichting enzovoort, die de, de, de weg wijst voor de rest van de wereld. Maar dus als het gaat over GGO's en voor een stuk ook als het gaat over kernenergie, dus... Uh kan Europa soms heel conservatief zijn, lijkt het. En hoe komt het dat, dat, dat Europa is vervallen op verschillende vlakken, eigenlijk in een soort van conservatisme, en dat ze wordt voorbijgestoken door niet alleen de Verenigde Staten, maar een stuk ook door China en zelfs door ontwikkelingslanden? Heb je daar een verklaring voor? Nee, helemaal niet. Ik, denk dat die, ik zou zo graag de vraag aan jou willen stellen. Ja. Ja. Dat lijkt mij meer in, jou, in ja. jouw vakgebied terecht, terecht te komen. Maar, ja. ja, hoe dat dan precies... Ja, dat is interessant, hè? Ik, ik denk, mensen die... Heel veel vooruitgang hebben verworven, bijvoorbeeld in Europa, dat die soms de neiging hebben. Ten eerste om, uh, om dat gewoon als, als voldongen feiten te beschouwen. Dus uh, te take it for granted. Dus ze bestaan er eigenlijk niet meer bij stel dat dat helemaal niet zo, uh, niet zo normaal is. En dat ze misschien ook zich vastklampen aan wat ze hebben. Dat ze zeggen: ja, maar eigenlijk wat we nu hebben, dat, dat is eigenlijk meer dan goed genoeg. En We moeten vooral bang zijn dat er iets nieuws zou komen dat dan de, de bestaande orde zou gaan verstoren of zo. Mm. Dat is de, maar goed, dat is ook maar een speculatie. Um, Europa het is ook niet. Het, is, het gaat niet op voor de hele westerse wereld. Ik denk ook het Verenigd Koninkrijk, dat nu ook niet langer tot Europa behoort, dat zij ook op vlak van kernenergie en ook op vlak van GGO's, denk ik, voor een stuk vooruitstrevender zijn. Mm. Dus heeft het te maken met. Duitsland is natuurlijk zeer belangrijk in Europa, het ja. natuurromantisme enzovoort, of natuurromantiek. Dus uh, ja, ik, ik, ik kan de vraag ook niet, uh, niet meteen beantwoorden. Het is, maar het is wel iets, het is een merkwaardige vaststelling. En het is niet alleen in, in het domein van biotechnologie, maar ook kernenergie enzovoort. Absoluut, en, absoluut, uh, ja. We zien dat ook met de GGO's. Er zijn een aantal landen, bijvoorbeeld Spanje, Portugal, Tsjechië, en maar ook de, de, meer, de Zweden, Finland enzovoort, die eigenlijk feiten. Zeer, zeer positief tegenover staan. Maar dan, anderzijds andere heb je een aantal landen... met, met name Roerganger Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk... waarbij ten, die groenen eigenlijk ja. zo belangrijk zijn... Waarbij dat tegenstand relatief groot is. Natuurlijk heel belangrijke landen en ook ja. in Europa. En ik ken dan, hè, dat is heel merkwaardig dat het in, de, in het Verenigd Koninkrijk, dat natuurlijk niet, niet meer tot Europa behoort, is een van de eerste zaken die gebeurtelijk is. Dus nadat ze dus die Brexit hebben gehad, is een, hebben ze nu nieuwe, een nieuwe wetgeving om het gebruik van CRISPR voor landbouwverbetering dus mogelijk te maken. Hebben ze meteen gedaan? Ja, dat is voilà. eigenlijk een van de voordelen van de Brexit. Toch? Ja, wel, ja. Dat, dat, dat wordt dus ook ja. door wetenschappers vooruitgeschoven. Ja. Maar om maar aan te tonen dat men toch uit de Keurslijf van die zeer toch wel totaal um, outdated, alleen voorbij gestreden. Nee, ja. Dus, keurslijf van die GGO's uh, moet uitgaan. Eigenlijk. De, ja. Dat is duidelijk. Uitgaande van het worst-case scenario, stel, stel dat jullie deze veldslag verliezen en dat Europa zegt: CRISPR, dat is eigenlijk toch GGO's, dus je moet die hele regelgeving doorlopen. Dus, eigenlijk de facto, CRISPR is dan dood in Europa. Maar is de toekomst van CRISPR dan nog altijd verzekerd in het Verenigd Koninkrijk, in ontwikkelingslanden, in de rest van de wereld? Uh, dus hoe optimistisch zijn jullie, zelfs als het niet lukt, om Europa te overtuigen eigenlijk van de toekomst van CRISPR ja. en Gentech voor de hele wereld? Ja, ja, ik denk dat de hele wereld gaat het, gaat het toepassen. Dat is geen ja. enkel twijfel aan. Elke, dus, um, twee weken geleden heeft China dus een, ook een zeer belangrijke stap gezet om... Um, dit CRISPR-technologie toe te laten. Um, zij waren ook um, uh, tegen het gebruik van GGO's voor de voeding. Dus ja. Er zijn dus wel zeer veel GGO's voor, um, um, voor katoen, bijvoorbeeld. Maar voor de voeding was men zeker, rijst was men zeer terughoudend, maar dus met CRISPR is dat dus totaal, totaal verschillend. Hè. Dus een, uh, we, we hebben nu recent, en het gaat binnenkort publiek komen, een, een databank gemaakt, uh, want de technologie, dus CRISPR-technologie is zeer jong, hè. het is maar een paar jaar oud. Hè. Dat is, um, en, uh, maar nu zijn er dus al 500 uh, uh, gereviewde wetenschappelijke artikels van landbouwgewassen die verbeterd zijn uh, met, uh, met CRISPR. En dat gaat dus een hele reeks van, van verschillende gewassen, natuurlijk allemaal de grote gewassen, tarwe, maïs, rijst enzovoort, maar ook zeer veel groenten, zeer veel kleinere gewassen. En waar zien we die technologie dan vooral optreden? Dat is dan vooral China, dat is koploper. Die hebben daar misschien ook de grootste druk op hun voeding. Ja. En dan maar zien we ook Verenigde Staten. Europa doet het nog altijd relatief goed qua betreft onderzoek. Het is maar de vraag, waar komen die producten dan op de, komen ze op de markt komen? En dan mag je ziet dus overal ter wereld dat, die, dat er activiteiten zijn. Dus, uh, Europa kan, kan, niet, uh, kan niet op een eiland blijven. Dat is ja. dus gewoon niet, uh, niet, niet oudbaar. Dus, uh, en je moet ook uh, met rekening houden, mensen staan er niet meer bij stil, maar uh, we hebben nu 7,8 miljard mensen. Tegen 2050 gaan we tegen de 10 miljard zitten. Mm -hmm. dus, uh, en daarboven hebben we die klimaatverandering gehad. Uh, Gaat de, de voedselvoorziening toch wel in, in grotere problemen brengen? Het is nu zo dat de voorraden die er zijn, de graanvoorraden wereldwijd, mm -hmm. in feite in, 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 alleen aan, het, aan, aan, een soort van, uh, aan een soort van minimum zitten. Hè? Mm -hmm. Maar dat er dus eigenlijk effectief een tekort kan komen, zoals we ook gezien hebben in, in 2008, dus met uh, de Arabische Lente enzovoort. Ja. Als er, er is misschien nog één ander punt dat de critici vaak aanbrengen, waar we het eigenlijk nog niet zo. Uh over gehad hebben, dat is het probleem van de patentering van, uh, van gewassen. Wat is jullie standpunt daarover? Dus de, als een, het standpunt van de critici is natuurlijk ja, maar de boeren worden dan afhankelijk van die grote industrie en die moeten elk jaar opnieuw zaden kopen en die, die, die worden daar eigenlijk op die manier uitgebuit. Klopt dat? Is dat iets dat überhaupt te maken heeft met, met GGO's? Of is dat, dat er helemaal ja. los van? En, en uh, wat denken jullie daarover? Moeilijke vraag, omdat ja, enerzijds moet je in staat zijn om, om investeringen in wetenschappelijk onderzoek ook te beschermen, zodat die, niet iedereen dan maar onmiddellijk kan kopiëren. Dat is denk ik een... Anders krijg je geen investeringen meer. Dus er moet een vorm van bescherming zijn, maar de bescherming moet, moet redelijk zijn. Ik denk dat... Het zou niet mogen leiden tot een blokkerings effect. En dat is in het verleden wel het geval geweest. Dat het ook daar heeft de groene beweging eigenlijk wel zeker een punt. Uh, in die zin dat je dus, ja, uh, een bepaalde technologie mag alleen door mijn bedrijf worden toegepast en door niemand anders. Ik denk dat dat meer um, van deze wereld eigenlijk is. Mm -hmm. Wat we nu zien met die CRISPR-toestanden, nu, eigenlijk is dat. Um, dat, er dus een, um, en dat is ook al een voegen voor, voor bepaalde. Um, uh, zaadtoepassingen zaad in, uh, in groenten. Maar bij die crispen wat we zien, is dat in feite um, een, dat er consortia gemaakt worden, waarbij dat alle bedrijven toegang krijgen tot een bepaalde technologie aan een, aan een eerlijke prijs. Mm -hmm. En dat wordt dus bepaald, in feite, dus je hebt de een patent genomen op iets dat je gevonden hebt, je kunt, de, je kunt dat niet blokkeren dat andere bedrijven dat gebruiken. Maar je moet er wel een eerlijke prijs voor krijgen om ja. dat te gebruiken. En, en de vraag is: wat is die eerlijke prijs? Dat moet je overeenkomen in een mm -hmm. uh, uh, onderhandeling. En als je daar niet uitkomt, komt er een soort van arbiter in het spel die bepaalt wat een eerlijke prijs is. Ja. En zo, zo kun je wel verzorgen in feite dat je ja, een zekere um, return of investment krijgt, om het, in het Engels te zeggen, dus een, van, van je onderzoek. Maar tegelijkertijd uh, je ervoor, uh, moet je ervoor zorgen dat de rest van de bedrijven ook die technologie kunnen gebruiken. En dat is een soort van een tussenmodel dat, uh, denk ik, dat de, de, ja. de voordelen van beide werelden uh, gaat verenigen. En dat ik de tegenstander ik... misschien kan overtuigen, of uh. Wie weet. Wie weet. Is, uh... Uh, is er iets wat jullie zelf uh, beklagen? In de zin dat je iets had, anders had moeten aanpakken, om bijvoorbeeld de weerstand tegen jullie onderzoek te verminderen. Dat je achteraf zegt van, hadden we dat nu op die manier aangepakt, of hadden we dat gedaan, dan hadden we misschien veel meer succes gehad. Achteraf, met de achterafblik, eigenlijk. Ja, ja wel, ik denk dat in de beginjaren uh, hebben we denk ik, veel te weinig gecommuniceerd. Veel te weinig op uh, politiek relevant niveau. Gewoon met jullie onderzoek bezig geweest en ja, niks aangetrokken. Eh, absoluut. Ja. Natuurlijk hebben we vele van ons eigenlijk, op uh, alle soorten uh, 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 avonden van David Fonds, en de Willems ja. Fonds enzovoort spreekbeurten gehouden. Maar eigenlijk, de, 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 de discussie met de politiek uh, op Europees niveau uh, is in feite nooit niet georganiseerd ge geraakt. Uh, dat is ook uh, uh, communicatiemiddelen waren, niet meer, waren in die tijd, twintig jaar geleden, zeker niet, niet dezelfde als nu. nu. Nu is dat totaal verschillend. En Nu is er veel meer... Samenwerking, er wordt overleg er wordt veel meer georganiseerd, er wordt ook veel meer um, symposia georganiseerd, en waarbij dat, eigenlijk, ja, de, alle stakeholders in feite uh, uitgenodigd eigenlijk, worden, dus, zodat ook het publiek, de consument enzovoort, zodat je dus een veel meer gedragen beeld eigenlijk, kunt ervan krijgen. Dat is, een, dat is denk ik een groot verschil. En die hebben we gemaakt ik denk dat dat... Het is ook ons taak niet, dus wetenschappers zijn meestal niet de beste communicators. Mm -hmm. En daarboven waren we, dus, ja, we, we aan het boksen tegen organisaties die dus professioneel angst verkopen. En ik op een zeer, vanuit hun standpunt gezien, een zeer aangrijpende manier. Ja, laatste vraag. Is het, is het helemaal in het begin van het gesprek zei je dat je... Uh, toen je aan dit onderzoek begon, was er eigenlijk nog geen maatschappelijke weerstand. Nu is die er wel. Misschien is er ondertussen al wel, weer wat vooruitgang. Is het soms uh, frustrerend en ontmoedigend om aan iets te werken, waar toch een redelijk significant deel van de samenleving van zegt. Nee, bedankt, daar hoeven we eigenlijk niks van. Het zou natuurlijk bijzonder, bijzonder spijtig zijn, maar uiteindelijk uh, ja, zijn er. Uh... Gaat die strijd niet opgegeven worden daardoor? Het zijn dus eigenlijk een hele generatie van jonge mensen die dus klaarstaan om die strijd voor te zetten. Eigenlijk omdat men, wij, wij, wij geloven ook al dat als het, het, het schijnen van de hele zaak is dat wij. In feite, we hebben het ook al gezegd, dat de doelstellingen van, ja. van beide partijen in feite gelijk zijn. We willen, we willen eigenlijk ook een meer biodiversiteit, meer een, een meer ecovriendelijke landbouw enzovoort. En, ja. en, en ja, we, we moeten dat op een of andere manier die twee werelden met elkaar verenigen. En dat zal de uitdaging zijn voor de komende jaren. En natuurlijk, dat is politiek ook die dat moet doen, denk ik. En, um, uh, en ja, dat is, uh, ja, uh, ik hoop dat dat gaat lukken. En, uh, Het huwelijk de... tussen de tovenaar en de profeet eigenlijk. Voilà, voilà, ja. voilà en wat dat, dan misschien komen er wel kindjes van terecht, die... <laughs> Just, <laughs> die, 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 die misschien uh, de, van beide. Van, van beide van, genen van beide naar meegemaakt absoluut. <laughs> Ja, seksuele recombinatie, ja. om er meteen een biologische metafoor te gebruiken. Absoluut. Ja. Um, tot slot, uh, mensen die meer willen weten over jullie onderzoek, over gentechnologie, welke boeken moeten zij lezen. Welke films moeten zij bekijken? Well, er zijn dus uh, heel wat boeken erover. Maar uh, wat uh, mij bijzonder gecharmeerd heeft, is het boek van Jennifer Doudna. Dat ze mm -hmm. geschreven over de, hoe dat ze CRISPR eigenlijk, heeft ontwikkeld. Hè. Dat is um, echt een uh, bijzonder verhaal. Dat is uh, in, oorspronkelijk begonnen met, uh, een, met de breiding van yoghurt. Hè, waarbij we ja. uh, gezien hebben dat bepaalde bacteriën die daarvoor gebruikt worden, worden aangevallen door bepaalde uh, virussen en dan die bacteriën verdedigen zich en het begrijpen van die verdedigingsmechanismen heeft geleid tot de ontdekking van CRISPR. Ja. En is dus anderzijds het boek van Mouchagie, de, dat de, gaat over de gene, dat is mm -hmm. een, een, een soort van geschiedkundige beschrijving van hoe dat men dacht over genetica, over de, van, 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 eigenlijk van, van prehistorie. Tot de huidige Gentechnologie. Een prachtig boek met alle, alle geschiedkundige verhalen enzovoort, en maar ook tot, met heel wat over moderne technologie. Voilà, twee warme leesaanbevelingen. Uh, Dirk Enzee, hartelijk bedankt voor je komst. Ik vond het geweldig interessant en ik hoop dat de kijker of de luisteraar daar hetzelfde over denkt. Dankjewel, Maarten. Tot de volgende keer. Dank je. Dit was Verboden Terrein, een podcast over gevaarlijke ideeën van de leerstoel Etienne Vermeers en de Universiteit Gent. En ik was Maarten Boudry. Wil je de volgende afleveringen niet missen? Volg ons dan op Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcastkanaal. Bedankt aan iedereen om erbij te zijn. Bedankt ook aan House of Media. En graag tot de volgende keer.